Ik ben Ina Mossink, ik ben adviseur medezeggenschap bij de gemeente Deventer. Wij werken binnen de OR van de gemeente Deventer aan competentieontwikkeling. En we hebben in onze starttraining bepaald wat voor type OR wij willen zijn, hoe we willen werken en wat we daar aan competenties voor nodig hebben. En dat hebben we zowel op teamniveau gedaan als op individueel niveau. Mijn OR wil een proactieve OR zijn. Die zich met name richt op vroegtijdig betrokken raken in processen. En mijn rol en mijn functie is daar ook op geënt. Ik ben dus heel erg druk in de organisatie ook aan het zoeken om die OR vroegtijdig aan tafel te krijgen. En we kijken dan ook met name naar, en welke vaardigheden hebben we dan ook met name nodig om juist in een vroegtijdig stadium met een OR met een bestuurder te overleggen als OR. Zit je aan de hele procedurele kant, heb je vaardigheden als argumenteren nodig. Maar zit je in een vroegtijdig stadium, moet je veel meer een dialoog kunnen voeren. Heb je andere vaardigheden voor nodig. En die trainen wij dus. Door te kijken gericht op te leiden, door trainers in te halen. Maar ook training on the job, door middel van mijn functie te kijken van hoe kan ik tijdens het overleg of na het overleg ook sturen op van dat was de gekozen strategie. Hoe heeft dat nou uitgepakt en hoe werkt dat de volgende keer wellicht beter of anders? Of hebben we het gewenste effect bereikt? Nou, over het algemeen zijn de gekozen strategieën redelijk effectief. En als ik kijk naar het traject wat nu loopt in samenwerkingsverband met twee andere gemeenten, dan zie ik een OR heel vroegtijdig aan tafel zitten. En het effect daarvan is dat de adviezen die gegeven zijn aan de voorkant eigenlijk al meegenomen worden in het uiteindelijke voorstel wat nog geschreven moet worden. En wat feitelijk aan het eind van dit advies aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd. Ik zou ze in ieder geval aanraden om met een open houding het overleg in te gaan. En met name ogen en oren open te hebben in de organisatie om zelf te onderzoeken wat er leeft en wat er speelt in de organisatie. En aan de hand daarvan de agenda te bepalen. En niet op basis van wat de bestuurder voorlegt aan stukken. Dat is eigenlijk mijn tip.